Wassenaar. En ik speel twee viool bij het Residentieorkest. En ik ben begonnen in augustus 2021. I'm Remo Srumbu. I come from Romania and I play second violin. I joined the orchestra in September 2021. Mijn vader speelt viool en altviool. Op een gegeven moment ben ik er gewoon ingeluist eigenlijk. Hij wilde heel graag iemand om duo's mee te spelen. En toen heeft hij een hele mooie opname opgezet van een Bach vioolconcert. Toen ik 6 of 7 was. Toen zei hij, zou je niet leuk vinden om vioollessen te nemen? En toen dacht ik, oké, nou, waarom niet? Ja, nooit meer gestopt. Ja, yeah, I wanted to say what you said now. Oh, no, Because no. I had exactly the same. It all started with my father also. He's a oboe player, former oboe player and now a conductor. It was also a sort of family business that everybody had to learn some sort of instrument. And, well, I was the one that continued and now I'm here. Het kan heel goed de menselijke stem nabootsen. En daarnaast kun je ook veel hoger spelen dan de menselijke stem kan. Dus je kan je eigen stem uitbreiden eigenlijk. Dat is het hele punt natuurlijk van de instrument bespelen. Dus dat je hebt veel meer mogelijkheden om jezelf uit te drukken. String instruments can do really well, and the violin especially. Especially about the second violins, I really like the communication with the viola group and with the first violins group. You are in the middle of the orchestra and you have to communicate so well with all these different colleagues around you, and it's a wonderful feeling. Well, I was really impressed with Amare, with this concert hall. For me, it's the perfect combination of precision and warmth in the sound. I think in Dutch it's called Met je neus in de boter vallen. We didn't have to wait for the hall, you know, we started working and immediately were able to rehearse and perform here. So. It's such a big pleasure to play here.